tweede dag van de Gamescom staat op het punt van beginnen. En dat betekent dat vandaag voor het eerst ook de consument welkom is op de Gamescom. Voor ons vandaag staan Call of Duty Advanced Warfare op het programma. Pro Evolution Soccer 2015 en noem maar op. Dus blijf vooral kijken. Ik heb vandaag de eer gehad om 1 uur lang met Call of Duty Advanced Warfare aan de slag te gaan. Tijdens dit uur heb ik de multiplayer mogen testen en heb ik 4 verschillende multiplayer modus mogen testen. Tijdens het spelen kwam ik heel erg achter dat Call of Duty echt wel een metafoos heeft ondergaan. Het is natuurlijk nog steeds Call of Duty, de intense gameplay die we kennen van de serie, maar toch is hij een stapje omhoog gegaan. Grafisch is de game verbeterd en dat is ook duidelijk te merken. Daarnaast is het verticale gameplay toegevoegd aan het hele Call of Duty spektakel. Deze verticale gameplay kan je heel erg vergelijken met wat we in Titanfall hebben gezien. Jumpen op gebouwen, jumpen op nog hogere gebouwen en springen van het ene naar het andere gebouw. Deze soort gameplay maakt de game nog dynamischer en nog sneller. Kortom, Call of Duty Advanced Warfare is een stap verder in de Call of Duty franchise. Ik ben vandaag bij The Division geweest, een online roleplaying game / third person shooter van Ubisoft. Eerst kregen we gameplay beelden zien die op de E3 al werden getoond. Daarna zagen we New York, waar de game zich afspeelt, overdag. Later werd voor ons gespeeld een versie waarbij het nacht was. Wat meteen al opviel waren de graphics. Dankzij de Snowdrop engine, een nieuwe engine van Ubisoft, zag de game er werkt prachtig uit. Gamescom bestaat uit 2 onderdelen, namelijk de entertainment area en de business area. We zijn nu in het business area en dat is het gebied waar wij meestal de afspraken hebben met verschillende uitgevers om gameplay footage te kijken van verschillende games. En we gaan eventjes naar boven om te kijken hoe dat er nou precies uitziet als Zeno meekomt. Ja, het is heel lastig, we hebben namelijk een draad, dus het wordt wat lastiger. Maar dit is hierboven. Zoals je ziet ga je zo verschillende stands achter mij zien. Dus het zijn allemaal een soort afgesloten ruimtes waar verschillende uitgevers hun games aan ons tonen. Zoals je ziet is hier 2K. Hier heeft Zeno bijvoorbeeld gisteren Evolve en Borderlands mogen checken en NBA 2K15. Als Zeno nog ietsjes naar links voor hem kijkt is het helemaal groen. Nou, wat is groen? Xbox natuurlijk. Dus de Xbox boot. En als je iets verder loopt is daar een mooie receptie. En als we nog een stukje verder lopen is bijvoorbeeld hier ook Nintendo. Dus ik wil graag jullie even een inzicht geven van hoe behind closed doors er nou uitziet. Je hoort er vaak over, maar wat is het nou precies? En het zijn dus allemaal afgesloten ruimtes waar je feitelijk van de buitenkant niks kan zien met de receptie aan de voorkant. En daar moeten wij ons dan melden en dan kunnen wij bijvoorbeeld, nou, in dit geval Evolve bij 2K spelen. Consumentendag nummer 1 zit erop en het was weer ouderwets druk met massa's mensen die natuurlijk weer door 1 deurtje moesten. En een heleboel fanatieke gamers die urenlang in de rij moesten staan of er zelfs een stoeltje bij hadden meegenomen. Voor ons betekent dit het einde van de Gamescom, maar wees gerust, we hebben morgen nog een terugblik op de beurs met onze hoogtepunten. En de komende tijd verschijnen nog een heleboel geschreven impressies op de website, dus blijf ons volgen.